Wanneer de batterij van de headset leeg is, zal hij 4 keer piepen. Daarna kan je hem verwijderen om hem op te laden. Hiervoor trek je eerst het klepje naar achter, haal hem er voorzichtig uit en met het bijgeleverde kabeltje kan je hem opladen. Sluit het kabeltje aan en de USB-stekker in een laptop, computer of een gsm-lader. Na ongeveer een half uurtje tot 45 minuten gaat het rode lampje hier uit en is hij volledig opgeladen. Verwijder het kabeltje, sluit hem opnieuw aan in de module en met een klik zit hij vast.